hebben nou een afval. Beauty producten. I want food. Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt voor dit experiment. Gaan Max en ik kijken wat er gebeurt als je een zero waste roadtrip gaat maken. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, zero waste is een filosofie waarbij we in ons gebruik alles zo duurzaam mogelijk willen doen. Niet zomaar weggooien en eigenlijk geen afval produceren. Alles wat we gebruiken moet een einddoel hebben of herbruikt worden. Dat zorgt er namelijk voor dat grondstoffen veel efficiënter gebruikt worden. En dat we beter nadenken over wat we allemaal doen en kopen. Mijn doel met deze video is niet om je te overtuigen helemaal zero waste te gaan leven, maar wel om te laten zien wat voor leuke en makkelijke stappen je kunt nemen naar een iets klimaatvriendelijker leven. Een roadtrip en reis in eigen land is natuurlijk al veel klimaatvriendelijker dan met een vliegtuig ergens naartoe, maar toch gaan we kijken hoe we het zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Toch Wouter? En de eerste stap naar een zero waste roadtrip is natuurlijk de auto. Vandaar dat we niet met een benzineauto gaan, maar met een elektrische auto. Namelijk onze eigen Kia e-Soul. Deze video is dan ook onderdeel van een betaalde samenwerking. Wil je meer over de auto weten? Check dan even deze video. Helemaal zero waste gaat het niet worden. Dat is haast onmogelijk, maar we gaan ons best doen. Oké, let de spullen inpak games begin. Ik merk alleen dat ik nu al echt al vet gestrest ben, want we hebben echt zoveel spullen mee, wat een beetje contraproductief is natuurlijk. Maar ja, ik heb allemaal katoenen tassen en glazen bakken en zo mee, maar ik weet eigenlijk niet eens of ik wel ondergoed mee heb. Maar goed. Ik vind het ook wel moeilijk dit, want hoe doe je dit nou precies goed? Dus, ja. Een roadtrip is vooral voor plezier toch? Ja, en nu is het vooral denken van, oh, doen we het wel goed, doen we het wel goed, ja. Doen we het wel goed. Maar ja. Het is wel echt experimenten. Het is wel kijken of het lukt. Ja, het is echt kijken of het lukt. Ja, en gewoon lol ermee hebben, Max. Hatsee. Hatsee. Wil je wat filmen? Oh nee! Ja! This feels wasteful. Nou, ik wilde dus net gaan vertellen dat we koffie gingen halen en dat het niet in mijn herbruikbare beker mocht. Omdat dat natuurlijk niet helemaal virusproof is. En nu heb ik hem kapot laten vallen. Max! Het is niet heel sustainable. Nee. Maar ik heb nog wel een andere tip. Want ik heb dus een eigen katoenen servet mee. Dus daar heb ik nu een lekker bananenbroodje op gehaald. Met kattenharen van thuis. Want dat is light. Echt? Maar shit! Nou goed. Deze kan weg. Tot zover. Nee, die kunnen we laten maken. Nee, dat kan wel. Wel! Wel! Roadtrip. Ja, wij gaan nu voor de Zero Waste Roadtrip. Gaan wij van Amsterdam naar het oosten van het land. En dat is buiten de ring, toch? Dat is buiten de ring. En mocht je nou denken, of mocht je het vooroordeel hebben, nou, je komt toch helemaal niet zo ver met een elektrische auto. Dat is helemaal niet waar, want wij kunnen eigenlijk met onze auto heel Nederland doorcrossen. En sowieso, mocht je de auto de avond ervoor vergeten zijn op te laden, Max, dan is het laadpalennetwerk in Nederland, maar ook de landen eromheen, tegenwoordig zo goed. Ja, daar ga je echt geen tijd op verliezen. Dus, je vindt altijd zo zo'n ding. Dat is echt zo gefixt. Ja, easy peasy. Lemon squeezy. Lijkt als zo'n fout duo die elkaar zin afmaakt. Ja, nee, dat doe ik niet goed, hè. Het is zo lekker groen. Op de parkeerplaats. Ja, maar toch. Ik voel gewoon dat we hier inspiratie op kunnen doen voor. Zie je hoe inspiratie ruikt? Ik weet het niet. Ik lul ook maar wat. Ik zat wel echt te denken, hè? Zero waste. Ik heb helemaal niet een zero waste.
Bedoempoem. What a waste of good seconds in your videos. Nou, naast de roadtrip zelf moesten we natuurlijk nog iets anders tackelen, namelijk het verblijf. Want op een gegeven moment moet je slapen tijdens een roadtrip. Nou zijn de meeste hotels niet bepaald heel zero waste friendly. Al zijn er natuurlijk echt wel hotels die hun best doen en alle kleine shampooflesjes vervangen voor grote hervulbare varianten. Maar wij dachten, we gaan het nog even een stapje beter doen. Namelijk, wij zitten in dit prachtige tiny house. Wij zitten dus nu in een super duurzaam tiny house. Gemaakt van golfkarton en milieuvriendelijke lijm. En ze noemen dit een wickle house. Dat is het merk. Voor ieder gemaakte wickle house worden nieuwe bomen geplant. En alles is hier recyclebaar. Dus dat is gewoon wel echt heel tof. Zo, ik dacht, ik ga even vertellen wat ik allemaal mee heb aan beautyproducten. Want dat heb ik geprobeerd zo verpakkingsvrij mogelijk te doen. Met in ieder geval producten die ik nog in huis had. Ik heb geen nieuwe spullen aangeschaft, want dat vond ik even onzin. Oké, eerste is deze wasbare wattenschijf. En ik vind dit top. Ik denk dat ik het al 2 jaar of zo gebruik. Moet je nagaan hoeveel wattenschijfjes ik al heb bespaard. Dit gooi je gewoon in de wasmachine bij de was die je sowieso al draait. En chill. Dit is een product van Lush. Om je na het schoonmaken van je gezicht kun je dit zeg maar zo lekker olie erin smeren voordat je gaat slapen. Om het nog schoon te maken heb ik ook nog deze. Deze. Dit is een wattenschijfje wat ook al product in zich heeft. Dus dat maak je nat of je maakt je gezicht nat. En dan kun je dat gewoon zeg maar zo gebruiken om je gezicht schoon te maken. Toppetje. Ja, tandpasta heb ik helaas niet in verpakkingsvrije dingen. Nou ja, kun je niet alles hebben. Dit is een Butterbear. Zit wel in een verpakking, maar die verpakking kun je gewoon weer inleveren. Het is echt een vet raar ding trouwens. Ik ga hem even eruit pakken. Kijk. Kijk, het is een soort jelly glibberig ding. Dan heb ik ook nog een body lotion. Deze ruikt zo lekker. Deze ruikt echt naar kerst. Dan heb ik nog een rietje blijkbaar. Dat was het eigenlijk wel. Ja, wat random troepjes, maar... Zo, avond 1 zit erop. En we gaan lekker wat lezen. Wel te rusten, wereld. Wel te rusten. Kiekeboe. Goedemorgen. Kiekeboe. Weet je wat echt een pro tip is als je toch met de auto op roadtrip gaat? Je eigen kussen meenemen. Hebben we er zin in vandaag? Ja, ik weet alleen niet zo goed wat vandaag allemaal is. Nou, allemaal roadtrip en leuke dingen. Roadtrip dingen. Oké, je moet maar gewoon blijven kijken om te zien wat voor spannende dingen we allemaal gaan doen vandaag. Woe! Nou, ontbijt zit automatisch bij dit huisje. Dat kopen ze natuurlijk ook in. Dus, en bovendien zou het zonde zijn om daar niet gebruik van te maken. Je bent Nederlander of je bent er niet. Ik loop even tegen een dinges aan. Dus dat ga ik nu ophalen. We hebben gezegd dat we heel graag vegan ontbijt willen. En ook geen verpakkingen of in ieder geval geen plastic verpakkingen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze hebben gefabriceerd. Je voelt je toch altijd een beetje opgelaten als je dan weer moeilijke vragen stelt. Maar ze deden wederom echt super lief. Wat eigenlijk altijd het geval is als je gewoon even aardig vraagt of je iets mag of kan. Ja, dan sta je dan met je goede gedrag bij een dichte deur. Geen idee wat aan de hand is. Het is gewoon 8:30. I want food. I want food. Poging 2. En we hebben een hele leuke mand. Zo'n gezellige mand. Wil jij hem bij je bed? Wil jij hem bij je bed? Ik zie dat je het lekker kort houdt. Snap je?
Pas op, slangen! Of mango. Oké. Is dat vegan kaas? Wow, dat denk ik wel. What? Wel alleen echt plastic. Oh, Max. Allemaal afval. Dit gaat helemaal niet goed. Ze hebben wel hun best gedaan. Spullen gekocht en ze in een doos geflikt. Ik denk dat ze echt iets anders voor ons gemaakt hebben dan voor anderen. Dat denk ik ook. Dus dat waardeer ik echt ontzettend. Maar voor onze challenge is het niet helemaal goed. Nou, kijk hoe gezellig. Het is niet helemaal vegan en het is niet verpakkingsvrij. Maar het is wel cute. Het is ook meer brood dan ik in 4 jaar heb gegeten. Kijk, en deze zakjes, dat doe ik thuis eigenlijk ook altijd als ik verpakkingen heb. Dan gebruik ik die gewoon weer voor iets anders. Hier kan ik bijvoorbeeld een keertje brood in meenemen of dat soort dingen. Gewoon totdat ze kapot zijn. Kijk, we hebben ook onze eigen koffiefilter French press dinges mee. Dan hoef je eigenlijk alleen maar gewoon gemalen bonen in te doen. That's it. Want we wisten dat ze hier een espressoapparaat hadden. Maar die konden we natuurlijk niet gebruiken, want dan heb je dat allemaal van die cupjes. Nou, we gaan op pad en ik ga even mijn tasje inpakken, zodat we goed voorbereid onderweg zijn. En we geen waste hoeven te maken, hè? Kijk, ik heb hier alvast een zakje voor brood of groenten. Hier zit nog een broodje in. Zo'n lekkere snack voor onderweg. Kijk, hier heb ik nog boodschappentassen. En beeswax wraps. Die zijn er trouwens ook vegan volgens mij. Maar ik heb deze ooit gekregen. Daar kun je dus food mee afdekken. Een soort van in plaats food? Van plastic folie. Ja, voedsel, eten. Dan nemen we nog een drinkfles mee. En hier kan ook koffie of thee in. What else? What else? Oh ja, wacht. Hey. Kijk, en zijn petje is al onhandig. Ik heb hier in een bestekje. Een bestekje. Neem ik ook mee. Ik denk dat wij goed voorbereid op pad kunnen. Hatsie! Nog een appeltje mee. Yay! En klaar. Ook weer zo aan het huilen. Oké. Okay. Ik zal het nooit meer doen. Nou, buy me a matching fleece jacket en call me a boomer, maar we hebben een fiets gehuurd. Want dat is natuurlijk ook onderdeel van lekker weg in eigen land. Ja, en van roadtrip in sustainable. Sustainable recreation. Ja, we gaan dus lekker door het bos fietsen. Ik moet alleen wel echt oppassen, want ik heb nu van die, hoe noem je dit ook weer? Handremmen. Jezus! Hoe noemen ze het ook alweer? Ja, nee, maar moeten we even ik heb alleen achteruitrijtrap, dus ik ben... Achteruitrijtrap? Ik rem. Dus ik ben een gevaar op de weg nu. Dat is een ding wat ze op Schiphol hebben voor tegen vliegtuigen aan, een achteruitrijtrap. Ja. Lekker kopje thee aan het drinken. Maar ook hier, kijk, dit is toch alweer waste, hè? Wel een koekje zonder papiertje, dus dat is top. Deze gaat gewoon terug als je hem niet gebruikt. Ja, maar... Zelfs dit bonnetje is natuurlijk in principe waste. Ja, het gaat allemaal mee. Nee. Ja. Als je inmiddels afvraagt, Marije, hoe doen jullie dat nou met boodschappen? Nou, goede vraag. Wij doen dit weekend niet zoveel boodschappen, want we, ja, misschien een appeltje of zo als snack. Maar verder gaan we even lekker uit eten, dus oké. Maar als je zero waste boodschappen wil doen, zijn er best wel wat opties. Er zijn namelijk bulkwinkels waar je met je eigen verpakking naartoe kan en gewoon kan scheppen. Maar ook biologische en natuurwinkels en zo, die hebben vaak wel opties met in ieder geval minder verpakking. En dan is er nog een derde optie die ik recentelijk heb ontdekt. En dat is dit, van Pieter Pot heet het. Dan krijg je dus gewoon allemaal mason jars met chap erin. En die worden gewoon bij je thuis afgeleverd. En als ze leeg zijn, dan kunnen ze weer gevuld worden. Helemaal top toch, Maxi? Nou, wij gaan een hapje eten. En ik vond het wel een lastige, want dan maak je natuurlijk zelf geen waste. Maar je kan niet weten hoeveel waste het restaurant maakt. Want die komen natuurlijk ook dingen in verpakkingen en zo. En ben je daar dan niet indirect verantwoordelijk voor. Maar ik heb het wat zero wasters in mijn omgeving gevraagd. En die zeiden van ja, je moet, weet je, je kan niet alles in de hand houden. Je hebt het mij niet eens gevraagd.
Dus als je gewoon in ieder geval het restaurant kiest wat nog het meest lokaal, duurzaam, veganistisch is, dan is dat gewoon je beste keuze. Dus dat heb ik nu gedaan. Dus we gaan lekker chappen. Yay! Cheers! Nou, lekker bietenburgertje denk. En een vegan hotdog. Yum yum! Ben je een blij meisje? Ben je een mooi meisje van? Blijkbaar is dit een silent movie. Ja. Ik weet het ook niet. Kijk. Lekker voor thuis. Als je lekker zit. Jezus, je bent echt net je moeder. Bye house. It was lovely. Oké, bijna thuis, bijna bij de poes. Ik mis ze zo en je gaat ze zo ook zien. Ik ga je ook laten zien hoeveel afval we uiteindelijk hebben verzameld dit weekend. Maar eerst nog even deze belangrijke kwestie. Hoe zit het nou met die auto? Want aan de ene kant heb je stroom nodig om te rijden. En aan de andere kant moet die natuurlijk gemaakt worden. Nou, wat betreft het verbruik, zeker als je groene stroom gebruikt, is dat echt zoveel klimaatvriendelijker dan wanneer je een auto hebt die fossiele brandstoffen nodig heeft. Maar hoe zit het nou met die batterij en hoe die gemaakt wordt? Want daar zijn in het verleden best wel wat heftige verhalen over uitgekomen. Toch, in the end, blijkt uit onderzoek, is een elektrische auto echt een duurzamere keuze. Toch wilde ik wel even van Kia weten hoe zij hiermee omgaan voordat we op pad gingen. En hoewel het misschien niet allemaal perfect is, geloof ik dat ze echt goede stappen zetten richting een volledig duurzame keten. Hier de belangrijkste dingen uit hun antwoord. Kia Motors Corporation maakt voor de batterijen in haar hybride, plug-in hybride en elektrische modellen gebruik van meerdere globale leveranciers. Deze leveranciers controleren regelmatig waar hun grondstoffen, waaronder kobalt, vandaan komen en kijken naar verschillende regio's om kosten, logistiek en andere factoren te reguleren. Ze streven ernaar de vereiste grondstof kobalt geleidelijk te verminderen. En dat gaat goed. Wil je nou meer weten? Check dan de videobeschrijving. En dan gaan we nu weer terug naar de reguliere programmering. Yay, we zijn weer thuis met de poezels. Ik heb ze zo gemist. Over dit weekend, ja, het was onwijs leuk. Maar ook heel stressvol. Want we zijn gewoon constant bezig geweest met geen afval verzamelen. Het was echt... Maar wel strenge regels, ja. Inderdaad. Het was intens. Ja. Ik denk, leuk. Ja, het was wel leuk. Ik denk wel wat een belangrijk punt is om te maken dat als het je gaat om je impact op het klimaat of milieu te verminderen, dan zijn er denk ik andere dingen die je kan doen waarmee je veel makkelijker een grotere impact kan hebben. Bijvoorbeeld door geen vlees meer te eten of niet meer te vliegen of minder te vliegen, minder spullen te kopen, meer tweedehands. Neem niet weg dat er, zo hebben we wel laten zien denk ik, dat er best wel makkelijke stappen zijn te maken waardoor je gewoon wat minder afval produceert. En alle beetjes helpen. Dus dat is fijn. Wat hebben we nou gedaan? Wat hebben we nou aan afval? Ja. Furby even eraf. Kijk, we hebben natuurlijk die plastic zakje of die papieren zakjes. Oh ja? Dit is onze afvalberg van dit weekend. En ook nog dit. Oh ja. Een paar plasticjes. Een paar bonnetjes. Een bonnetje. Sticker. Een dingetje. Theezakje had natuurlijk niet gehoeven, want dan kun je ook gewoon loskopen. Als we niet zo hiermee bezig waren geweest, dan was het sowieso nog veel meer geweest natuurlijk. Dat is het, want we hebben... Oké, het was even zoeken, maar als je ziet hoe weinig we nu geproduceerd hebben, want het is echt niks. Nee, en deze ga ik gewoon nog gebruiken. Ja. Ik vond het in ieder geval echt een hele leuke uitdaging en ik daag je uit om dit ook te proberen. Ja, ik ben wel benieuwd hoeveel mensen nog creatieve oplossingen hiervoor hebben. Ja. Alle tips zijn welkom. Deel ze in de comments. En tot de volgende keer. Doeg!